Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplazen.nl. We hebben vandaag te maken met de aanvoer van veel bewolking vanaf de Noordzee en uit die bewolking valt buien. Die buien die houden een groot deel van de dag aan, maar het aantal buien neemt in de loop van de dag wel af. In het zuidwesten is het droog, vrij zonnig. In de rest van het land heeft de zon het moeilijk, maar kan vooral vanmiddag wat vaker doorbreken. En vanmiddag wordt het dus ook geleidelijk minder nat. Temperaturen 8 à 9 graden op de Waddeneilanden een graad of 7, naar het de stevige westenwind. Vanochtend 4 tot 6 bevoor, vanmiddag iets afnemend. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en klaart het op. En vannacht wordt het koud, met de temperaturen rond of iets onder het vriespunt. Morgenochtend schijnt nog heel af en toe de zon, maar snel neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En later gaat het opnieuw regenen en motregenen. Vooral de middag en avond is het nat op de zaterdag. Het wordt wel iets zachter dan vandaag met 10 graden. Zondag wordt het 10 of 11 graden, maar dan is het... Uh, Echt een grijze herfstdag, stevige wind en flinke periode met regen, er kan veel vallen. Maandag en dinsdag laat de zon zich wat vaker zien, dan kan het plaatselijk 12 graden worden. Al met al blijft het voorlopig wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.